Zo, goedenavond. Nou, daar zijn we weer bij elkaar voor de vierde keer. De vierde webinar in de serie. Waarin we aan het kijken zijn naar hoe kun je nou hoogbegaafde kinderen nou ja, op een manier opvoeden. Dat je je kinderen goed in hun vel laat zitten en goed tot terecht laat komen. En nou ja, dat je zelf op zijn minst niet helemaal gillend gek wordt. Maar hopelijk dat jij zelf ook goed in je vel en goed tot je recht kunt komen. Dus nou, daar gaan we dus vandaag weer verder kijken. We zitten intussen op de vierde keer. De vorige keer hebben we het gehad als eerste over de uitdagingen van het ouderschap. Hè. Hoe is het om, weet je, we kunnen allerlei technische analyses gaan doen en we kunnen allerlei vaardigheden gaan bespreken. Maar je bent uiteindelijk een mens. Je bent niet een soort van machine die ouders kan, die kinderen kan opvoeden. Je bent gewoon een mens en je moet daar ook ruimte geven aan wie je zelf bent. Vervolgens zijn we gaan kijken naar, specifiek naar, hoe gaan we talent stimuleren? Welke lagen zitten erin? En welke lagen zitten er in ouderschap? Als je zeg maar een complete nou ja, ouder die als toptalent optimaal functionerend functioneert, wat zit daar allemaal in? Nou, dan zijn we een sessie gaan doen specifiek voor dubbel bijzondere leerlingen. En die dubbel bijzondere leerlingen zijn we gaan kijken naar hoe ondersteun je die nou, dat ook zij goed in hun vel en goed tot de recht kunnen komen. En nou ja, goed, we zijn natuurlijk een heleboel polls gaan doen, zeker sinds de tweede en de derde keer. En nou ja, wat me ontzettend opvalt erin is hoe intens het eigenlijk is. Hoe intens de beleving van verschillende mensen is. Nou ja, hoe gaat het met je energie? Nou ja, zaten de meeste mensen in de helft. Maar een aantal gaven af. Ik heb eigenlijk moeite om een dag door te komen. Waar maak je je zorgen over? Nou ja, dat zeker bij dubbel bijzondere leerlingen. Dat het zelfs de zorg is van ja, ik weet eigenlijk niet of er überhaupt een positieve toekomst is. En of je het schoolsysteem door gaat komen. Nou ja, wat vind je van het overal functioneringsniveau? Nou ja, het is überhaupt zeg maar jezelf de dag doorslepen. En nou ja, waar zit ik als ouder? In een negatieve spiraal. Dus nou ja, dat is een van de dingen die me opgevallen is. De hele range is natuurlijk groot. Want sommige van jullie zitten hier super relaxed en denken, ah, hartstikke leuk, misschien kan ik iets nieuws leren. Maar dat er ook echt een enorme groep is. En we hebben ook enorm veel mailtjes en berichten en dat soort dingen gekregen. Ja, hoe intens het is en hoe, nou ja, hoe die activiteiten dan eigenlijk meelopen. Zeg maar. Hoe je dat in je leven meedraagt. Nou, we hebben de vorige keer natuurlijk heel erg gehad over nou, waarom doen we dingen en wat zou je dan moeten doen. Maar de vraag is nu vooral, hoe ga je die volgende stap zetten? Dus vanuit al die verschillende perspectieven die we op hebben gezet, hoe kunnen we dan naar het hoe gaan? En daar komen we ook eigenlijk bij de opmerking dat we gaan zoeken naar een jaarplan. Naar een manier, zeg maar, om over een langere tijd ernaar te kijken. Wat zou de onderliggende uitdaging is natuurlijk dat het dus niet één, maar twee vragen zijn. Hoe kan ik effectief kinderen begeleiden? En hoe kan ik als ouder ouder zijn, zeg maar. En nou ja, wat natuurlijk de uitdaging is, dat er heel veel antwoorden zijn, maar dat er heel veel eendimensionale antwoorden zijn. Dus als je maar dit doet, poef, dan zal het allemaal magisch opgelost zijn. Weet je, het aantal nou, LinkedIn en Instagram artikelen die je beloven dat in 5 makkelijke stappen het allemaal makkelijk, gelukkig en fluitend is. Nou ja, die zijn er een heleboel en dat laat je een heleboel mensen op je klikken. Maar zo simpel is de wereld eigenlijk niet. En het geldt overigens zowel voor HB als voor ouderschap. Nou ja, en de praktijk is natuurlijk, zeker om nou ja, dubbel bijzondere kinderen, vandaag nog een bijeenkomst gehad met gemeentes en besturen en samenwerksverbanden, die ook zeiden van ja, weet je, we hebben heel veel geïnvesteerd, we hebben een heleboel scholing gedaan, maar ja, je kunt er bijna een soort van master special educational needs hebben en dan heb je nog steeds eigenlijk niet alle antwoorden die je nodig hebt. En nou ja, als ouder ben je dan helemaal overgeleverd aan experts. Nou, en de zoektocht is, hoe komen we naar een plek waarbij je echt zelf snapt wat er nodig is. Dat je niet afhankelijk bent van die experts, maar zelf weet, hey, dit is wat mijn kind nodig heeft, dit is wat ik nodig heb en zo gaan we dat vormgeven. En nou ja, eigenlijk dat je een plek geeft in die paradox. Je kind is uniek, jij bent uniek, maar met een bepaalde structuur kun je daar toch vorm aan geven. Dus hoe kun je nou, een gestructureerde plek geven aan de uniciteit van je kind? Hoe kun je een ouderschapsaanpak vinden die bij jouw talenten past? Niet een standaard manier, niet een cookie cutter approach die voor iedereen hetzelfde is, maar de juiste eentje die aansluit bij wie jij bent en de talenten die jij hebt. En nou ja, geen Instagram antwoord, maar juist nou ja, een veel genuanceerder beeld. En nou ja, goed, de uitdaging met advies geven is natuurlijk dat de meeste mensen willen eigenlijk een complex advies. Want complex adviezen, zeker voor ons, nou ja, als we dan hoogopgeleid of hoogbegaafd zijn, dan willen we graag, eigenlijk wil je begaafde brein een briljant, complex antwoord. Alleen meestal zit het antwoord juist in hele basale gedragsveranderingsstappen. Door kleine dingen anders te doen, loopt het leven anders. Als je meer aan zelfzorg gaat doen, ben je meer beschikbaar voor je kinderen. Niet echt een heel sexy antwoord, net zoals, weet je, als de dokter nou ja, zijn helft van zijn adviezen zou veranderen is, je moet meer bewegen, je moet gezonder gaan eten, je zou minder stress moeten hebben en je moet meer mediteren, dan heeft hij waarschijnlijk gelijk, want het is een van de meest effectieve interventies om het allemaal te doen. Maar ja, de vraag is wat voor werk je dan nog zou hebben. Dus het antwoord moet uiteindelijk altijd beide bevatten. Je moet zeg maar die complexe wereld hebben en snappen hoe het in elkaar zit,
Maar aan de andere kant moet je tot gedragsverandering komen. En dat is bij mij ontzettend geland in de afgelopen 2 jaar. 2,5 jaar geleden ben ik een training tegengekomen van een Amerikaanse man, Garrett White. Die had jullie daar iets mee moeten. Hij geeft trainingen aan getrouwde ondernemers met kinderen. Nou, het is een vrij specifieke doelgroep, kan ik je zeggen. Maar nou ja, goed, omdat hij zegt van, nou ja, dat is eigenlijk de drie-eenheid van, nou ja, insanity, zeg maar, van gek worden, is, nou ja, dat je probeert een bedrijf te runnen en je probeert een goed en waardevol huwelijk te hebben en je probeert er goed voor je kinderen te zijn. Nou, dat is een uitdaging. Nou, mannen hebben daar specifieke uitdagingen bij. Maar wat me opviel, is dat aan het begin er allemaal modellen voorbij kwamen en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk, nou, ik heb best wel een lange begeleiding gehad. Ik ben meerdere keren naar de VS toe gegaan. Ik heb een heleboel geïnvesteerd in mijn eigen ontwikkeling daarin. En uiteindelijk komen de adviezen in basis neer op dit moment ben ik elke dag aan het mediteren, elke dag aan het bewegen. Een soort van zelfontwikkelingsproces aan de loop. Ik investeer in een relatie met mijn vrouw en mijn kinderen. En ben bewust nadenken over welke plannen ik uit aan het voeren ben en evalueer ze. Geen rocket science, dat had iedereen je kunnen vertellen. Maar nou, soms heb je dan toch een complex framework en een voorbeeld van iemand waar je naar opkijkt, waar je vertrouwen in hebt nodig om die boodschap te laten landen. Dus daarom is het belangrijk om die twee kanten, dat zie je me constant doen, hè, weer een framework erbij halen van hoe ziet talentontwikkeling eruit. Maar aan de andere kant een aantal basisoefeningen komen, hoe gaan we met jezelf om? Nou, wat zijn eigenlijk die principes onder het antwoord? Nou, de principes onder het antwoord zitten in die lagen van ouderschap, in die onderdelen van talentbegeleiding, richting toptalent of dual bijzonder. Nou, we hebben gezegd, die ondersteuningsvraag moet voorop staan. We moeten niet eindeloos gaan debatteren of een kind nou een IQ van 129 of 131 heeft, maar vooral, wat is de vraag, wat is de ondersteuning die dit kind nodig heeft? En ouders moeten in hun kracht zijn, want ouders die in hun kracht zijn, zijn in staat om die begeleiding in te richten. Op het moment dat je jezelf kwijt bent, op het moment dat je weinig energie hebt, is de kans dat je dat naar je kind kunt vertalen ook heel erg beperkt. Nou, wat zijn die lagen van ouderschap nou? Nou, aan de bovenkant heb je stimuleren van talent, dus positief bijdragen aan talent, maar aan de andere kant stabiel functioneren, dus nou ja, de kwetsbaarheden of de beperkingen of de uitdagingen tegengaan. Je moet een algemene eigen uitdaging oplossen. We hebben toen gehad over keep your own windshield clean. Weet je, als jij op een of andere manier in je eigen verhaal vastzit, dan kun je je kind ook niet meer zien voor wie hij of zij is. Nou, natuurlijk is dat nooit zo netjes op volgorde. En zijn we naar die niveaus van talent stimuleren gaan kijken. Kinderen hebben inhoudelijke uitdaging nodig. We moeten gaan werken aan hun metavaardigheden, hun levenshouding. We moeten bouwen aan een ontwikkelingsniveau. We moeten ze helpen om bewust te worden van hun eigen uniciteit. We moeten gaan helpen om ze hun welbevinden en hun geluk te ondersteunen. En we moeten nou ja, een bepaalde mate van bewustzijn van ontwikkeling geven. Maar het is heel veel bijzondere leerling. Die leerling die echt getalenteerd is, maar ook een aantal uitdagingen heeft, waardoor die niet automatisch tot zijn recht komen. Dus nou ja, goed, die principes, hè, lage ouderschap, onderdelen talentbegeleiding vanuit een ondersteuningsvraag en zorgen dat ouders in hun kracht komen staan. Daar ga ik nu eventjes in een paar minuten ontzettend snel doorheen. Maar als je dit interessant vindt, nou, dan moet je vooral terugkijken naar de vorige sessies. Want in die vorige sessies zijn we één voor één veel gedetailleerder door elk van die onderdelen heen gelopen. En nou ja, als je het goed hebben jullie de videolinks al toegestuurd gekregen, is dat niet zo. Dan komen ze in de komende dagen ongetwijfeld nog een keer voorbij. Nou, mijn originele plan was, ik doe deze 4 webinars. Dan heb ik mensen een framework gegeven, ik heb ze wat praktijktips gegeven, gaan we stappen zetten en dan gaan we vandaag ook. De uitdaging is, zeg maar, dat we meer eigenlijk willen doen. Ik ben heel erg bezorgd, juist om heel veel verhalen die ik heb gelezen en gezien. Aan de andere kant hebben wij niet echt het framework om die support te kunnen leveren. En we hebben gelukkig heel veel zelfstandige deelnemers opgeleid, zeg maar, die individueel mensen kunnen begeleiden. Maar wij kunnen niet, nou ja, en masse, zeker niet met de honderden mensen, zeg maar, tot met duizenden mensen die op ons afgekomen zijn, allemaal begeleiden. Mijn eigen persoonlijke uitdaging is ook dat dit eigenlijk emotioneel intensief is. Dit hele traject, dit doen, ook die chats van de eerste keer, de mails die ik gehad heb, mensen die me aangesproken hebben in één keer op straat. Nou, ik merk dat ik echt dagen van de leg ben, om eerlijk te zijn. Die verhalen horen, de intensiteit horen. Ik merk dat ik dan zo opga in zo'n verhaal, dat wil ik ook zo graag gaan helpen, dat ik dan vervolgens ook nou ja, de halve dag niet meer functioneer, of slaap ik weer een nacht niet. Dus nou ja, dat is constant een soort van strijd nou ja, binnen mezelf en binnen onze organisatie. Maar ja, then life happens. 2500 aanmeldingen. We hebben duizenden views gehad. Schrijnende verhalen gehad. We zijn het serieus gaan uitwerken. En nou, eigenlijk veel meer van niet meer naar een cursus gaan, maar veel meer naar een opleiding gegaan. Ja, tegelijkertijd in die interactie is de intensiteit bevestigd. Nou, krijg je wat signalen dat er blijkbaar technische uitdagingen zijn. Dat of het beeld knippert of dat het stil blijft staan. Wat altijd belangrijk is, dat blijft een beetje bij het platform horen. Aan de bovenkant zit de knop opnieuw verbinden. Of anders kun je je scherm verversen of in het ergste geval kun je teruggaan naar je mail en opnieuw inloggen.
9 van de 10 mensen, of misschien wel meer, zijn de problemen opgelost. Het heeft ook een beetje te maken met dat heel veel mensen tegelijkertijd proberen in te loggen. Dus dan hapert het systeem soms. Kijk er even naar. Weet ook weer, dit wordt op video opgenomen. Dus mocht je stukken missen, dan kun je in ieder geval altijd aan het einde terugkijken. Hey, met al die feiten, hè, dat aan de ene kant natuurlijk een ontzettend intensieve tak van sport is. Aan de andere kant duidelijk dat er een enorme vraag naar is. Het feit dat jullie hier met z'n allen bij elkaar zijn, zegt eigenlijk al genoeg. Komen we bij, wat is dan het plan? Ik wil wegblijven bij het eendimensionale. Dus accepteer, en zeker als wij samen verder gaan, dat er nuances zitten. Dat er heel veel verschillende perspectieven zijn. En benader het dan als een opleiding. Zie gewoon het komende jaar van, ik wil graag op al die sporen graag leren hoe ik een betere begeleider van mijn kind kan worden naar mezelf. En dat zijn we ook echt allemaal uit gaan werken in een opleiding. Dus we hebben een aantal sporen, daar ga ik zo meteen op inzoomen. Volgens heeft elke van die sporen meerdere modules. Daarmee kom je uiteindelijk tot 60 modules. Dus toen ik ging zitten en ging tegen en dacht van, wat moet je nou eigenlijk allemaal weten? Als je echt dat hele overkoepelende oude plan een plek wil geven, dan hebben we het echt over een soort van 60 modules. En daarom hebben we ook gezegd, weet je, dat helemaal over de muur heen gooien, het rendement ervan, als daar 1% is, is het heel veel. En dat zal dan voornamelijk zijn voor mensen die professioneel begeleider zijn, want anders dan is de vraag of dit veel zin heeft. Dus daarom zijn we het in een plan gaan gieten. Welke sporen zijn dat dan? We hebben 6 sporen gedefinieerd. De eerste spoor is kennis en kunde rondom begaafdheid. Dus heel specifiek rondom hoogbegaafdheid. Wat is nou hoogbegaafdheid? Hoe begeleid je dat en hoe pak je dat aan? Tweede spoor is opvoedvaardig. Welke vaardigheden horen er in algemene zin bij opvoeden? Welke opvoedstijl heb je? Welke opvoedstijl past bij jou? Hoe ga je je dag- en weekstructuur inrichten? Allerlei praktische dingen om makkelijker als ouder je kind op te kunnen voeden. De derde is het begeleiden van toptalenten. Hoe ga ik juist bovengemiddeld getalenteerde kinderen helpen en ondersteunen? Het vierde spoor is die dubbel bijzondere kinderen. Juist die kinderen met veel uitdagingen. Hoe kunnen we leren over dat ADHD en dat A6 en over die dubbel bijzonderheid en die ondersteuning en die gevoeligheid en boosheid en dat soort dingen. Hoe kunnen we dat gaan ondersteunen? Het vijfde is bewust ouderschap. Dus hoe kom je nou tot dat ouderplan waarbij je echt nadenkt over wat is nou met wat mijn kind nodig heeft en wat ik kan bieden. Wat is nou een manier hoe we dat samen aan kunnen pakken? En uiteindelijk, hoe gaan we vanuit jouw kracht naar je kinderen? Hoe ga jij met jezelf om? Want als jij goed in je vel zit, je hebt energie, je hebt kracht, dan ga je veel makkelijker met de uitdagingen om die in de praktijk tegenkomt dan wanneer je helemaal geen energie hebt of zelfs in een neerwaartse spiraal zit. Van daaruit komen we bij de eerste poll. Want we zijn echt helemaal fan geworden van die polls. Want het is echt super vet om de feedback te zien en de reacties te horen van verschillende mensen. Dus ik ben nu eigenlijk even benieuwd, voordat je gehoord hebt wat ze zijn, aan het einde ga ik het nog een keer vragen, welk van die 6 sporen interesseert je nou het meeste? Wil je het meeste weten over kennis en kunde van begaafdheid? Ben je nou vooral geïnteresseerd in die vaardigheden van een opvoeder? Wil je vooral weten over hoe je toptalenten moet begeleiden? Kom je vooral voor die dubbel bijzondere leerlingen? Zoek je naar manieren om bewust ouderschap vorm te geven? Of zoek je naar manieren om vanuit jouw kracht naar je kinderen toe te gaan? Nu zie ik op alle mogelijke manieren zie ik het scherm heen en weer gaan. Dat is echt ontzettend interessant. Ik kijk nu heel even naar links naar de techniek, want ik kom zelf in een echo. Dus volgens mij heb je een van je apparaten nog aanstaan dat die geluid maakt. Daardoor hoor ik hem elke keer terug. Even kijken, dan gaan we terugkijken naar de polls. Dus kennis en kunde van hoogbegaafdheid zegt ongeveer 8% van de mensen dat ze dat willen. Opvoedvaardig is ongeveer 13%, 1 op de 8. Ongeveer gelijk aantal zegt, ik vind eigenlijk juist dat toptalenten begeleiden wel interessant. Dubbel bijzonder, die kwam het sterkste uit de poort, Die begon het sterkste. Zit nu op 27%. Dus dat zijn de mensen die aan het snelste reageren. En bewust ouderschap, ook weer 1 op de 8 ongeveer. En vanuit je eigen kracht naar je kinderen, dat is bijna een kwart. Dus daar zijn ook een hoop mensen. Dus met name dubbel bijzonder en vanuit jouw kracht naar je kinderen. Nu gaan we één voor één door elk van die sporen heen. En dan ga ik uitleggen welke modules zijn, maar dan ga ik alvast een deel van de inhoud van die modules met jullie delen. En een aantal bronnen die je daarbij kunt gebruiken. Als we kijken naar kennis en kunde van begaafdheid, dan begint natuurlijk heel erg met de basis. Wat is hoogbegaafdheid? Wat is IQ? Welke modellen zitten erin? Dus een van de boeken die ik ook altijd aanraad is IQ, A Smart History of a Failed Idea. Een leuke soort van historische grap geschreven verhaal over de afgelopen 150 jaar hoe IQ zich ontwikkeld heeft. Maar aan de andere kant ook hele praktische boeken zoals Wendy van Lammers-Thornburg heeft een prachtig boek geschreven wat je echt met kinderen kunt lezen. Hoogbegaafdheid Survival Gids. Het verhaal zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de 7 uitdagingen. Dus die 7 onderdelen van motivatie tot frustratie, tolerantie, tot zelfstandig werken en samenwerken. Hoe kun je nou in de praktijk je kind helpen om op het onderwijs beter te functioneren?
Nou, ook hierbij zit je weer dat kenmerken en profielen van hoogbegaafdheid. Natuurlijk, Betsen en Nijhart hebben daar fantastische dingen over geschreven. Vervolgens zie je dat bijvoorbeeld Betsen en Nijhart prachtige ook schema's hebben gemaakt. Daar gaan we ook samen doorheen lopen. En in Nederland zijn er ook een aantal uitgewerkt met wat je dan per profiel kunt doen die je kunt ondersteunen. Nou, we hebben al een stap gemaakt van die ondersteuningsvragen van HB. En eerst een van de eerdere modules is de praktijktips. Nou, vervolgens, hoe ga ik nou om met het onderwijssysteem? Weet je, zowel praktisch, waar heb ik recht op? Bijvoorbeeld, ik zag vandaag weer een motie voorbij komen. Mogen hoogbegaafde kinderen, moet dat niet opgeëist worden, zeker rond die thuiszitters. Nou, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat kan ik nou wel vragen of niet vragen van een school? Nou, dan hebben we het met name bijvoorbeeld over compacte en verrijken. Een school hoort binnen een reguliere setting, hoort de stof te verkorten en hoort daar een extra uitdagingsstof te bieden. Nou, dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor jullie thuis, zeker nu je in een thuissituatie zit, om daarnaar te kijken. En dat kan van zo bazaal als je kind heel snel kan rekenen en krijgt allerlei sommen die zijn te makkelijk voor hem. Nou, misschien hoeft hij alleen maar de evensommen te maken. Of alleen maar het laatste rijtje, want daar zit meestal de moeilijkste vraag in. Of als je de laatste 5 gemaakt hebt, hoef je de eerste 15 niet te doen. Nou, zo zijn er gewoon hele praktische tips over hoe je met uitdagingsstof om kunt gaan. Door zelf dat systeem wat beter te snappen, kun je ook meer meedenken met een van je leerkrachten. En misschien ook helpen. Een van de frustraties van veel leerkrachten is van, ik wil het kind wel meer uitdagingsstof bieden. Maar als ik dat ga doen, dan moet ik ontzettend veel uit gaan werken. Nou, soms, en dat zeg ik niet dat het altijd lukt, en de relatie met de ouders, de school is niet altijd goed genoeg daarvoor. Maar een van de dingen die je kunt aanbieden is van, hey, als jullie nou het compacte en dat basisstof goed kunnen aanbieden, dan wil ik best een project voorbereiden voor een aantal hoogbegaafde leerlingen. En zelfs misschien ook via Zoom of op school daar wat uitleg over geven. Waardoor er wat minder druk op die verrijkingsstof voor de leerkracht zit. Die kan dan zijn klasmanagement inrichten en jij weet dat je kind ondersteund kan worden. Nou, zo zijn er allerlei best practices die we samen kunnen bespreken over hoe je de kans op succes groter kunt maken. Maar dan natuurlijk altijd de vraag, ja, hoe daag ik mijn kind uit? Hoe kom ik eigenlijk in een soort van positieve successpiraal, wat ik noem? Dus dat je langzaamaan naar steeds grotere uitdagingen gaat en dat het kind steeds meer doorzettingsvermogen heeft. Nou, dan kom je bij hele praktische tips uit, dat bijvoorbeeld als het gaat om doorzettingsvermogen, hoe lang concentreer je? Probeer je eigenlijk opdrachten te geven waarbij iemand bijvoorbeeld zich eerst 5 minuten moet concentreren en daarna bijvoorbeeld met ongeveer 25% per keer te groeien. Dus van 5 minuten naar 6 en daarna van 6 naar 7,5. En van 7,5 ga je ongeveer naar 9 toe. Zo ga je het langzaam opbouwen en dan ga je steeds meer complexiteit zoeken in onderwerpen wat het kind interessant vindt. En of dat nou een nieuw Roblox level halen is, zeg maar, of een boek langer lezen of een sudoku maken. Maar zo kun je bijvoorbeeld trainen aan vaardigheden door steeds kleinere stapjes te zetten naar een volgende stap. Nou, een van de ontzettend interessante boeken in dat kader zijn natuurlijk ook de boeken over flow van Mihaly Csikszentmihalyi, die het heeft over hoe begeleid je je kinderen om in flow te komen. Nou, en van daaruit kom je natuurlijk bij motivatie uit. Nou, in het kader van motivatie leunen we heel sterk op Martin Seligman, positieve psychologie. Hij heeft ook verschillende boeken geschreven over geluk kun je leren, zeg maar. Dus zeker de boeken van Martin Seligman zijn ontzettend aan te raden. Hij komt ook met het PERMA-model, P-E-R-M-A. Waarbij die de verschillende componenten van geluk uiteen aan het zetten is. Onder andere die Optimistic Child is natuurlijk ook een ontzettend goed boek over. Hoe ga je kinderen leren om een aangeleerd optimistische levensstijl aan te leren? Hoe gaan we vervolgens om met die gevoeligheden? Dan komen we natuurlijk meer in de kant van Dabrowski eigenlijk uit. Wat zijn die excitabilities, die overexcitabilities? En hoe kun je er nou op zowel een constructieve als een managende manier mee omgaan, om het even heel onaardig te zeggen? Weet je, we kunnen aan de ene kant omgaan dat je gek wordt van het labeltje achter je nek. Wij hebben net een set van 3 verzwaringsdekens besteld. Op dit moment trouwens, want vroeger probeerde ik die dingen te kopen en het kostte €400. En toen dacht ik, dat hoeft niet. Maar je kunt voor €60 op bol.com een deken van 7 kilo kopen. Maar moet je eens kijken, je kinderen in één keer een stuk rustiger liggen. En mevrouw heeft er intussen ook één. Maar dat zijn van die dingen die, hoe ga je nou om met die gevoeligheid? Dat zijn van die hele praktische dingen die een heel groot verschil kunnen maken. Maar het kan ook soms zijn, weet je, een aantal van mijn collega's zijn helemaal fan geworden van noise cancelling headphones om te werken. En hebben die eigenlijk de helft van de dag intussen op, omdat het gewoon zo fijn is om eventjes niet nieuwe prikkels binnen te krijgen. Aan de andere kant ben je ook prikkelzoekend. Dus hoe kun je juist voor je kinderen prikkels gaan genereren en gaan opzoeken en daarmee aan de slag gaan? Nou, hoe ga je vervolgens ook om met het rechtvaardigheidsgevoel? Want dat zit er vaak heel diep in. Het is niet eerlijk dat het zo loopt. Waarom mag jij dit wel, mag ik dit niet? Waarom is het de wereld zo in elkaar? Nou, hoe ga je dan een balans vinden tussen aan de ene kant omgaan met het feit dat dat het oneerlijk is. En aan de andere kant wel blijven strijden voor
voor die rechtvaardigheid. Nou, een concreet voorbeeld hiervan is dat we bijvoorbeeld kunnen kijken, en dat zit ook in de ontwikkelingsniveaus, naar die theorie van Kohlberg. Kohlberg heeft een heleboel geschreven over de morele ontwikkelingsniveaus. En een van de dingen die is ook leuk om op te zoeken op Wikipedia, is het Heinz-dilemma. Heinz, als in de ketchup. Waarin er een apotheker moet kiezen of hij spullen gaat stelen om zijn vrouw te genezen. En heeft Kohlberg op basis daarvan morele niveaus omschreven. Van, nou ja, goed, hey, als ik er blij van word, dan moet ik het doen. Tot universele principes over de mensheid. Nou, wat je merkt in die psycho-educatie, dat kinderen er ontzettend mee geholpen zijn om te snappen, hé, er zijn mensen en verschillende delen van de wereld met verschillende morele ontwikkelingsniveaus. En dan kan ik in één keer plaatsen, waarom doet hij dit en waarom doet hij dit? Want dan heeft het vaak minder te maken eigenlijk met rechtvaardigheid, maar met, ik probeer veiligheid in de wereld te hebben, omdat ik het snap. En als ik het snap en kan plaatsen, dan voel ik me veiliger. En dat uitzicht dan in een soort van rechtvaardigheidsdiscussies. Maar goed, snappen waarom mensen doen, maakt wel een verschil. Nou, dan gaan we natuurlijk kijken naar uitzonderlijk begaafdheid. Nou, in Nederland begint er al meer aandacht voor te komen. In Amerika is er gelukkig nog veel meer over gedaan. Er zijn verschillende boeken over The Profoundly Gifted geschreven. Algemene tip trouwens, als je echt de theorie in wil duiken en zelf dingen wil leren en je wil een soort van de ultieme Wikipedia van de hoogbegaafdheid vinden. Carolyn hebben we op een gegeven moment hier ook in Nederland uitgenodigd en ben er in Amerika een aantal keer tegengekomen. Heeft de website Hoagies Gifted opgezet. Dus H-O-A-G-I-E-S. Hoagies Gifted. En als je daar naartoe gaat, is er een pagina over Twice Exceptional, en over onderwijs, en over bijna elk onderwerp wat je kunt vinden. En over elk onderwerp zijn er ook dan 200 boeken geschreven of zo. Allemaal in het Engels, dus dat is natuurlijk wel echt een beperking. Maar het maakt eigenlijk niet uit welk onderwerp. Nou, ook over de Profoundly Gifted staat een hele rij met boeken. Nou, dan hebben we natuurlijk nog het disharmonische profiel. Wat, kloofkind of dat soort vreselijke termen natuurlijk altijd. Maar waarbij het ene niveau niet overeenkomt met het andere. Nou, ik heb zelf niet zo vreselijk veel met die term, omdat ik een vrij beperkte blik vind. Een bredere blik op een disharmonisch profiel. Dus wat nou als je moreel niveau hoger is of je cognitieve niveau hoger is dan bijvoorbeeld je emotionele verwerkingsvermogens. Nou ja, dat zijn wel interessante vragen. Hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Dat die verschillende niveaus binnen een kind bestaan. Nou, dan moeten we ook misschien wel even kijken naar hoe ziet de toekomst eruit? Hoe is het om hoogbegaafd volwassen te zijn? Want we proberen deels, moeten kinderen natuurlijk nu een fijn leven hebben, maar we proberen ze ook voor te bereiden dat ze succesvol kunnen zijn als volwassenen. Dat kun je door op de ene kant te kijken, eigenlijk naar de negatieve kant. Dat zijn hoogbegaafde kinderen die uiteindelijk als volwassenen vastgelopen zijn. En juist kijken naar wie zijn nou succesvol geweest. En hoe hebben die bijvoorbeeld aan een schoolcarrière een plek gegeven? We gaan kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes. Nou, de twee klassieke boeken daarin zijn natuurlijk Smart Boys van Barbara Kerr, Smart Girls van Barbara Kerr en Smart Boys, waar volgens mij Richard Cash ook aan meegewerkt heeft uit mijn hoofd. Maar die twee boeken, die zijn intussen al wat langer geleden geschreven, dus daar zit wel een heleboel genderdiscussies zijn we intussen de afgelopen 5 jaar verder. Maar het zijn wel interessante studies van groepen jongens en meisjes en wat daar nou het verschil tussen is. Nou, dan is het ook interessant om te kijken, HB, als je het 4-jarig kleutertje bent, wat voor het eerst naar de kleuterklas kan gaan. En dat de uitdaging is, word ik wel op tijd gesignaleerd of begin ik me al in de eerste 2 weken aan te passen? Of dat ik die adolescent ben en moet gaan kiezen misschien tussen, vind ik een vriendje of een vriendinnetje wat in mijn klas zit en wat ik er leuk uit vind zien? Of moet ik met een of andere cognitieve verbinding met een 30-jarige verder gaan? Maar ja, ik weet niet of dat een relatie gaat worden. Dat zijn van die vragen waar een kind dan soms mee om moet gaan. En natuurlijk het overkoepelende model, vaardigheden, levenshouding, ontwikkelingspsychologie en omgaan met je eigen uniciteit. Nou, als we kijken naar het spoor, hoe zie jij jezelf ten aanzien van kennis en kunde rondom begaafdheid? Optie 1 is, ik weet hier eigenlijk helemaal niet zoveel van. Als ik die onderwerpen zie, denk ik, wow, mijn hoofd duizelt nu al. Maar eigenlijk kan dit me minder schelen. De tweede is, ik weet er weinig van. Maar ik heb wel heel veel interesse in, ik zou het graag willen weten. De derde is, ik weet er al heel veel van, maar ik hoef eigenlijk niet zo heel veel meer te weten. En de vierde is, ik weet er al veel van en ik zou er nog meer van willen weten. Want ik kreeg al een beetje de feedback dat verschillende van jullie hardop geroepen hebben dat we hier moesten kiezen tussen die sporen, dat het lastig was om te kiezen omdat je eigenlijk alle 6 aan wilde kiezen. Klikken. Nou, we gaan ze nu ook 1 voor 1 doorheen. Dus geef eens even aan bij elk van die sporen. Nou, dan gaan we even kijken of het lukt om die poll nu online te zien, want volgens mij zien jullie hem op dit moment nog niet. En dan ga je dus aangeven ten aanzien van kennis en kunde van begaafdheid. Weet ik er veel van? Wil ik er nog meer van weten? Ik weet er weinig van, ik wil er meer van weten. Of ik weet er weinig van, het kan me ook niet zo schelen. Of ik weet er al veel van, het kan me niet zo schelen. Nou, als we kijken, dan zitten we met een vrij kundige groep. Meer dan de helft zegt, ik weet er veel van. En ik heb ook nog veel interesse in ook.
40% zegt, ik weet er weinig van, maar ik wil er wel veel van weten. En uiteindelijk hebben we iets meer dan 10% die zegt, nou ja, dit gebied vind ik niet het meest interessante. Er zijn misschien andere sporen die interessanter zijn. Als het goed is trouwens, want daar heb ik nog wat feedback op gekregen, dan kun je nu op dit moment kun je de pollresultaten zien. Als dat niet zo is, dan zie je aan de rechterkant zie je volgens mij rode stippen of zo. En als je daarop drukt, dan schuift er een paneeltje opzij. Het ligt er een beetje aan of je dat op je telefoon of op je laptop doet. Of je kunt je telefoon draaien. En dan kun je eventjes de poll zien met de precieze percentages. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kun je dat langs die route doen. Komen we bij het tweede spoor uit. Opvoedvaardig. Ben jij opvoedvaardig en heb je de vaardigheden om je opvoeding een plek te geven? Nou, wat komt er dan voorbij? Het begint natuurlijk met hele basale vaardigheden als ouders. Hè. Kan ik luisteren? Kan ik complimenteren? Kan ik misschien ook wel corrigeren of bijsturen? Kan ik het huishouden organiseren en dat soort dingen? De tweede module gaat vooral heel erg over, nou ja, wat zijn de valkuilen voor ouders? Weet je, wat zijn nou bijvoorbeeld een van de voorbeelden? Is de drama-driehoek, dat een van de risico's waar je in terecht kunt komen, is dat je kind zich als slachtoffer op gaat stellen. En dan iemand gaat wijzen, de juf heeft dit gedaan of dat andere kind heeft dit gedaan. En dat jij dan op de stoel van de redder gaat komen. Dat je zegt, ach wat vervelend dat jij er last van hebt. Ik ga wel eventjes oplossen dat daar de rest van de wereld beter wordt. Nou, dit is een van de klassieke modellen, de drama-driehoek, kun je ook op Wikipedia opzoeken. Waar je snel in terecht komt, overigens ik ook zelf. Hè. Laat even vooropstaan dat dit preaching to the converted is, zeg maar. In de zin van, nou ja, volgens mij weten jullie ook dat ik hier niet sta om te vertellen dat ik perfect ben. Maar vooral om aan te geven dat, nou ja, goed, voor mij zit hier ook uitdaging in. Dus, nou, bijvoorbeeld kijk eens naar die drama-driehoek. Laat ik me soms verleiden om de redder te worden voor mijn kind die in een slachtofferrol terechtkomt. En hoe kan ik dat dan omdraaien? Hoe kan ik juist zorgen dat mijn kind in die autonome positie komt, waarbij die ook niet het gevoel heeft dat die slachtoffer hoeft te spelen? Nou, vervolgens gaan we kijken naar opvoedstijlen en methodes. Nou, een van de klassieken is natuurlijk de Gordon-methode, waar ik erg enthousiast over ben, als basis. Het is niet het enige antwoord, maar wel één van de antwoorden. Positive discipline begint wel steeds meer naar boven te komen als ook een interessant antwoord, een interessante aanpak, zeg maar. Balans, structuur en bekrachtiging. Appreciative inquiry zit bijvoorbeeld ook wel in de kant van positief je kinderen benaderen om ze juist uit te nodigen om dingen te doen. Aan de andere kant zit ik ook wel een beetje in de kamp van dat je voldoende supernanny vaardigheden moet hebben. Op het moment dat je kinderen misschien op een relatief wat lager moreel en zelfsturingsniveau zitten. Nou, vervolgens gaan we natuurlijk weer kijken naar die leeftijden en die levensfases waar we het net eigenlijk ook al over hadden. En de begeleiding naar zelfsturing. Nou, dit vind ik altijd een mega interessant onderwerp, omdat je zeg maar, het vermogen tot zelfsturing en je wens tot autonomie. Er wordt heel veel gepraat over de wens van autonomie. Daisy en Ryan wordt er eigenlijk altijd bijgehaald als een van de motivatietheorieën, waar ik ook volledig achter sta. Maar daar wordt aangegeven dat een van de motivatiecomponenten is, ik wil graag autonoom zijn. Dat geldt waarschijnlijk voor ons allebei ook. Maar het punt is dat jouw vermogen om autonoom te zijn, of jouw wens om autonoom te zijn, hoeft niet overeen te komen met jouw vermogen om zelf te kunnen sturen. Als mijn tweejarige zegt, zelf doen. Of als een vierjarige zegt, geef mij maar een soort van jouw portemonnee en ik ga wel naar de winkel toe. Dan geef ik niet de portemonnee met het huishoudbudget van de hele maand. Want misschien wil men 4 of een 5 of een 6-jarige dat wel zelf doen, maar dat betekent niet dat hij het kan. Dat hij het zelfsturingsvermogen en het inzicht heeft om te bedenken, die 600 euro die in de portemonnee zit, die moeten we niet helemaal bij de snoepafdeling uitgeven, want dan hebben we aan het einde van de maand niks meer te eten. Dus kun jij jezelf zelf sturen op het niveau dat je autonoom wil zijn? Dan kom je bij interessante modellen zoals die van Gebser. Die heeft het over worldview, van wereldblik. Hoe groot is jouw wereldbeeld? Is dat heel erg klein en kun je alleen maar op je eigen wereld? Kun je er anderen ook betrekken? Dus dan kom je langzaamaan bij Theory of Mind. Kun je daar ook een grotere wereld in betrekken? Nou ja, dan wordt het eigenlijk wel interessant. Dan heb je dus inderdaad Levenger, Gebser, zijn alle mensen die ontwikkelingslijnen hebben geschreven over hoe het perspectief langzaamaan steeds groter wordt. Nou, van daaruit kunnen we kijken naar wat dan een levensfasegerichte opvoedstijl. Nou, je hebt me misschien wel eens een keer horen vertellen over spiral dynamics, wat natuurlijk meer een filosofie is. Dat is niet echt een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, maar wel een goed uitgelegde stijl. Ken Wilber heeft met zijn integrale theorieën, dus ook integrale psychologie is daar ook een goed boek bij over, heeft hij al die ontwikkelingslijnen naast elkaar gezet. En daarmee stelt hij ook eigenlijk vast, en dan kom je ook bij het originele werk van Claire Graves, die eigenlijk de grondlegger van de gedachte achter spiral dynamics is, bij het idee, bij elke ontwikkelingsfase hoort een andere psychologie. Bij de eerdere ontwikkelingsfase kom je misschien eerder bij het behaviorisme uit, als je dat wat zegt, vanuit de psychologie, zeg maar de aanpak van Skinner.
tot uiteindelijk dat je misschien richting echt zelfontplooiing gaat. Ja, dan kom je veel meer bij die bovenkant van Maslow uit. En dan kom je veel meer bij flowtheorie uit. Het is niet dat de ene fout is en de ander goed. Maar in een ander stadium van ontwikkeling geldt een andere psychologie. En daar hoort dus ook een andere opvoedstijl bij. Wat bij opvoeden ook belangrijk is, zijn jouw talenten als ouder. Nou, een van de methodes die ik volgens mij ook wel eerder naar gerefereerd heb, is dat je dat boek hebt Strength Finder. Tom Rath heeft dat geschreven. En bij Strength Finder kun je een test doen. En dan geeft hij aan, dit zijn jouw 5 sterkste punten op basis van je interesses en je vermogens en dat soort dingen. Maar wat interessant is, dat hij vervolgens heeft die Strength Finder for Leaders geschreven. En dat heeft mijn ogen geopend vanuit het perspectief dat je zegt, nee, als jij een leider wil zijn, dan kun je niet zomaar een standaard leider zijn. Dan moet je kijken met jouw sterke kanten wat voor leider je bent. Ben je een meewerkend voorman? Ben je een visionair? Ben je een analytisch organisator? Dat zijn allerlei verschillende perspectieven op basis van verschillende talenten. Nou, in het programma waar we het zo meteen over hebben, gaan we dus ook op basis van die StrengthsFinder kijken wat jouw sterke kanten zijn. Maar ook jouw ouderschap ziet er dus anders uit. Want als je inspirerend en energiek bent, dan moet je iets anders gaan doen wanneer je super gestructureerd, detail georiënteerd en stabiel bent. En allebei kan ontzettend veel aan een kind toevoegen. Maar als je gaat proberen elkaar stijl te doen, of erger nog, als je misschien zelfs met een partner discussies hebt dat de ander zoals jij moet worden, ja, dan is de vraag of je er uiteindelijk mee helpt. Nou, vervolgens kom je natuurlijk bij super praktische dingen uit. Hè. Zorg dat je een goede dag- en een weekstructuur hebt. Want als je die goed inricht, dan zit je niet elke week in een soort van chaos, wat eten we vandaag weer en wat komt er nou weer uit de koelkast vallen. Als je daar geen probleem mee hebt, als je dat georganiseerd krijgt, want het is een van je talenten, no problem. Maar als jij de helft van je denkcapaciteit elke dag moet uitgeven van hoe red ik mezelf uit het feit dat ik met een lege koelkast hier toch nog 3 kinderen binnen 5 minuten eten moet geven, want ze worden gek. Nou ja, dan heb je ook niemand geholpen. Dus, nou, hoeveel structuur hebben jij en je kinderen nodig en hoe organiseer je dat? Nou, dat kan van echt super gestructureerd. Bij ons komt elke week op dezelfde dag komen de boodschappen die worden gebracht en we eten hetzelfde en dat soort dingen. Super gestructureerd, om daar zo min mogelijk tijd en energie aan kwijt te zijn. Maar het andere kan juist zijn dat bij jouw talenten past, dat je super veel vrijheid moet hebben, maar dan moet bijvoorbeeld je kast altijd vol liggen. Want dan, als je een idee hebt, dan moet je het meteen een plek kunnen geven. Nou, hoe structureer je dat? Hoe ga je positief verbinden en bouwen? Nou, ik had het net al over appreciative inquiry. Dat is ook echt een boek waarin dus de manier van vragen stellen positief of actief constructief antwoord. Dat is ook een interessante theorie trouwens over communicatiestijlen. Of je actief constructief bent, actief destructief, passief positief of passief destructief, zeg maar. En de vraag is enerzijds of je actief of passief bent. Dus of je actief geïnteresseerd bent in je kind en het gesprek langer probeert te laten duren, of dat je passief bent en dat je het gesprek probeert te laten stoppen. En de vraag of het constructief of destructief is. Weet je, kijk, als je 16-jarigen binnenkomt met iets wat ze gekocht hebben, laatst met iemand een discussie over het kopen van een weet ik hoe dure wielrennaafset die bakken met geld kost. Nou, als je het aan mij vraagt, denk ik, waar heb je je geld dan uitgegeven? Dus de passief-negatieve, passief-destructieve variant is, weet je, ja, waarom doe je dat nou? Nou ja, laat maar zitten. De actief-destructieve variant is, ik zal eens uitleggen waarom dat een slecht idee is. Nou ja, wat je liever natuurlijk hebt, is de positieve kant. Oh, nou ja, het zal wel leuk voor je zijn. Passief, constructief. Maar je wil het liefst actief, constructief. Hé, waarom heb je dat gedaan? En wat vind je daar leuk aan? En wat bouwt dat op? Nou, dit zijn van die specifieke modellen en technieken. En door daarover na te denken, ik ga vandaag 5 minuten actief, constructief reageren naar mijn kind. Daarmee bouw je een relatie op. Daarmee bouw je structureel aan je relatie met een kind. En dan komt er een positieve gevoel uit. Nou, we gaan goed kijken naar de groepsdynamiek van meerdere kinderen. Want ja, je kunt een plan schrijven over 1 kind. Maar hoe gaan die 2 ook dan samen? Wat nou als je een prikkelgevoelig en een prikkelgenererend kind hebt? Nou, dat is story of my life, zeg maar. Dat is nog best een uitdaging. En uiteindelijk ga je natuurlijk proberen te komen tot een plan. Hey, hoe zie jij jezelf ten aanzien, komen we bij de volgende poll uit, ten aanzien van opvoedvaardig? Ik weet er weer weinig van, het kan me weinig schelen. Ik weet er weinig van, ik wil het heel graag weten. Ik weet er al veel van, maar ik hoef er niet heel veel meer van te weten. Ik weet er al best wel veel van, maar ik zou er ook nog graag veel meer van willen weten. Nou, zien we scoren weer omhoog gaan. Maar ja, niemand die weet er niks van. Dat vind ik wel een heel fijn uitgangspunt. We zijn natuurlijk allemaal ervaringsdeskundig. En nou ja, gezien onze intelligentie zou het verbazend zijn als we ons er nooit in verdiept hebben. We hebben ongeveer 40% die zegt, nou, ik weet er niet zoveel van, maar dit zou ik echt wel graag willen weten. 9% zegt, ik weet er al best wel wat van, ik hoef hier niet heel veel meer mee. En de helft zegt, ik weet er al best wel veel van, maar ik zou er nog meer van willen weten.
Dus nou, dat is natuurlijk echt een cool uitgangspunt. Dan is het bijna 80% zegt, nou ja, ik zie hier nog wel ruimte voor verbetering in. Dus nou, duidelijk ook een interessant spoor. En hier zien we een beetje dat thema terug natuurlijk, dat je meerdere sporen had willen stemmen als je in de eerste ronde daar de kans op gekregen had. Ik kom bij het derde spoor. Toptalenten begeleiden. Nou, hoe ga je toptalenten begeleiden als jouw kind dus een hoog IQ heeft, maar niet alleen een hoog IQ, maar misschien is het wel een schaakwonder. Je denkt, wauw, dat heeft hij snel geleerd. Hij is 5 en hij kan nu al schaken en ook goed ook. Of misschien muzikaal. Of misschien ook wel een combinatie met sportief. Want het zal ook niet de eerste hoop gaan. Er worden allerlei discussies over motoriek gedaan. Maar er zijn een aantal echt briljante topsporters, zeg maar. Die zowel cognitief als qua sport heel ver zijn. Het kan ook in vakken specifieke onderwerpen zijn. In wiskunde, in taal, in poëzie, in weet ik welk onderwerp. Nou, hoe gaan we die toptalenten begeleiden? Nou, de eerste stap is eigenlijk, wat is talent? Dus je moet een beeld hebben van wat talent en talentbegeleiding is. Welke component zitten erin en hoe ga je dat inrichten? Nou, wat ik heel belangrijk vind bij de tweede is de morele en pedagogische basis. Zo van, nou, hebben we een plicht om als er talent in zit om dat eruit te laten komen? Of zitten we helemaal aan de andere kant? Moeten we vanuit een pedagogische basis zeggen, nee, we moeten hem alleen laten spelen? Ja, hij wordt er ook wel gelukkig van als hij in flow komt. Moet ik dat af gaan dwingen? Moet ik hem dan over een drempel heen helpen als hij vastloopt? En als je al 4 jaar ermee bezig bent, moet ik hem dan nog door laten gaan? Dus die basis is echt belangrijk. En dat is niet om je het juiste antwoord te geven, maar het is wel om je een aantal frameworks te geven om over die vraag na te denken. Hoe balanceer je nou die druk en dat sturen en dat kiezen met en of voor je kind en het laten kiezen of zelfs het afdwingen van een keuze met nou ja, een complete vrije pedagogiek? Nou, vervolgens gaan we kijken naar die talentversterkers en die belemmeringen. Daar zijn natuurlijk de vorige keer uitgebreid op ingegaan. Wat zijn die talentversterkende vaardigheden, die levenshouding en die motivatie? Nou, 2 boeken, of in ieder geval 1 boek wat ik ontzettend aan kan raden, is The Art of Learning. The Art of Learning van Josh Watkins is geschreven door wat ze noemen de Next Bobby Fischer. In Amerika was een hele tijd geleden was Bobby Fischer, zoals van nou ja, het schaakgenie. En Josh Watkins was het wonderkind wat hem aan het volgen was. Die op jonge leeftijd supergoed kon schaken. Ergens op Washington Square in New York al allerlei mensen van de tafel afspeelde. Is ontzettend goed geworden. Maar hij is ook wel een beetje teleurgesteld geraakt in de wereld van schaken. Is toen Tai Chi gaan doen. Is Tai Chi meester geworden en daar kampioen in geworden. En hij heeft toen The Art of Learning geschreven. Waarin hij terug heeft geblikt op zijn eigen leven en zich afgevraagd. Waarom was ik nou succesvol in leren en hoe kijk ik naar leren? Nou, dat is een van de bijna bijbels als je het over toptalentbegeleiding hebt. Nou, een van de vragen bij het begeleiden van toptalent is altijd de balans tussen techniek en creativiteit. Nou, het voorbeeld van pianospelen. Om hele complexe mooie pianostukken te spelen, moet je een goede pianotechniek hebben. Want anders is je lichaam, is je motoriek niet in staat om dat wat je in je hoofd hebt te vertalen. Dat geldt trouwens bijvoorbeeld bij tekenen. Aan de andere kant, als ik jou 1000 uur aan techniektraining geef, dan is de vraag of er nog veel creativiteit in zit. Dus hoe gaan we dat balanceren? Hoe gaan we een deel van de tijd aan techniek werken, maar een deel van de tijd ook vrijheid geven voor expressie? Nou, die twee zul je altijd moeten blijven balanceren. De tweede is, hoe kun je gebruik maken van de energie die competitie oplevert, zonder jezelf te verliezen? En is dat misschien de bedoeling? Want misschien is het juist ook wel fijn om je soms te verliezen. Nou, dat zijn van die thema's waar zeker sportpsychologisch heel veel over gezegd is. Hoe vind je de juiste coach-begeleider? Maar gewoon echt even wat praktische dingen over hoe ga je op zoek en hoe vind je die. En daarna gaan we een aantal specifieke thema's af. Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe goed we dit georganiseerd krijgen. Daar ga ik later meer over zeggen. Maar daar zou ik eigenlijk het liefst experts voor willen interviewen. Ik ken verschillende mensen die dan wel juist in die talenhoek, juist in die analytische hoek, juist in die menswetenschappenhoek of richting muziek, strategie of ondernemerschap hun talenten kwijt kunnen. Want ook dat ondernemerschap, hè. Een van de boeken die ik wel interessant vind is de theorieën van Sternberg. Robert Sternberg heeft ook een theorie rondom IQ gemaakt. En die heeft gezegd, ik vind praktische intelligentie eigenlijk minimaal zo belangrijk, als je bijvoorbeeld naar ondernemers kijkt, als alle andere onderdelen. Ik heb ook een tijdje samengewerkt met een Amerikaanse trainer, die gaf ondernemerschapstrainingen. En die zei, we have to learn, want hij deed het echt in arme gebieden, learn to turn street smart into business smart. Maar dat wat je op straat laat overleven is ook iets wat een ondernemer goed laat overleven. Dus dat vind ik altijd een belangrijke factor. Ook vanuit die autonomie en die wens om zelfstandigheid te hebben. Nou, dan komen we weer bij de vraag, hè. We komen bij de volgende poll. Hoe zie jij jezelf ten aanzien van toptalenten begeleiden? Weet je er veel van of weet je er weinig van? En heb je er veel interesse in of heb je er weinig interesse in? Nou, ik ben benieuwd hoe jullie daarin staan. Ik weet er al heel veel van, maar het
kan mij eigenlijk niet zo schelen. Of ik weet er eigenlijk weinig van. Ik wil eigenlijk heel graag heel veel ervan weten. Nou, hier weet ik weinig van, maar het kan weinig schelen. En nou ja, misschien weet ik wel heel veel. En heb ik nog steeds veel interesse. Nou, deze ziet heel anders uit dan de vorige. Een relatief grotere groep die zegt, nou, hier heb ik eigenlijk weinig mee. Het is natuurlijk een vrij specifieke groep. Een vrij specifieke groep mensen die er wel of niets van wil weten. De mensen die er weinig van weten, die willen er veel van weten. Want daar zit eigenlijk het grootste deel. De mensen die ervan weten, nou, daarvan zijn er eigenlijk maar 2% die zeggen, ik weet het, maar ik hoef niet meer te weten. 6% zegt, ik weet veel, maar ik wil nog meer weten. Dus dat is wel een hele andere verdeling dan we tot nu toe hebben gezien. Nou, dan komen we bij het dubbel bijzonder spoor. Nou, die kwam natuurlijk net ook al redelijk hoog uit toen jullie sporen mochten kiezen. Begint natuurlijk bij de basis. Wat is dubbel bijzonder? Nou, dan begint natuurlijk met de Bijbel, misdiagnose. Het boek, wat zijn de verschillende categorieën, wat is misdiagnose? En we gaan verder met het ijsbergmodel waar we het de vorige keer over gehad hebben. Nou, wat dan belangrijk is, naar de basiskennis ASS, basiskennis ADD, dyslexie, dyscalculie en NLD. Maar gelukkig is het allemaal modulair ingericht, dus je hoeft alleen maar de dingen te bekijken die jij interessant vindt. En dat varieert van, nou ja, gewoon, bijvoorbeeld bij ASS is het heel interessant om te kijken naar geef me de 5. Dat is één van de methodes, maar één van de vele methodes. Er zijn ook allerlei andere verschillende aanpakken. Maar dan is vooral de vraag, hoe pas je dat vervolgens aan een hoogbegaafdheid? Vandaag toevallig nog een discussie over begeleiding van kinderen op het ASS-spectrum. Nou, een eerste reactie is, ja, in de training zeggen ze altijd, kort, dit moet je doen, niet veel eraan toevoegen. Ja, er staat echt lijnrecht tegenover de noodzaak of de ondersteuningsvraag van een hoogbegaafde die zegt, ik wil het snappen. Dus hoe ga je daar nou mee om? Nou, bijvoorbeeld hele praktische dingen. Dit ga je nu doen. Deze discussie gaan we niet hebben. Zometeen om 7:10. Dan heb ik tijd en ruimte. Dan gaan we rustig zitten. Dan gaan we uitanalyseren wat er nou precies gebeurd is. Nou, wat zijn daar allerlei technieken? Maar we moeten eerst weten wat die basis is. Ook wat zijn de verschillende onderdelen van dyslexie? Wat zijn de compensatiemethodes? Wat zijn de technologieën eronder? ADHD. Nou, dat zal ik vaak in contact met jullie moeten om ons af te vragen waar jullie het meest in geïnteresseerd zijn. Hoe ga je dan die ondersteuningsvragen in kaart brengen? Daar heb ik natuurlijk de vorige keer wat over verteld, maar dat hele schema. Nou, dan komen we vooral bij een serie vaardigheden aan. Hoe trainen we zelfregulatie en executieve functies? Ik kom natuurlijk als eerste bij het werk van Peg Dawson en Richard Guare. Kinderen en adolescenten en trainen van executieve functies. We hebben natuurlijk onze eigen Maureen die een prachtig boek actief executief heeft geschreven. Maar zo zijn er een heleboel verschillende technieken, coachingstechnieken, begeleidingstechnieken die je kunt gaan inzetten. We gaan kijken naar emotionele en sociale vaardigheden. Nou, daar leunen we vaak op het werk van Daniel Goleman. Die heeft die boek over EQ geschreven. We hebben op ons internationale congres hebben we Annabel Jensen uitgenodigd. En die heeft op het basis van het werk van Daniel Goleman heeft die 6 Seconds opgezet. 6 Seconds is een internationale organisatie. Intussen is het werk ook naar het Nederlands vertaald. En je kunt die website bezoeken. En die heeft eigenlijk sociale emotionele geletterdheid in kaart gebracht. Met alle vaardigheden die eronder zitten. Nou, dat is een van de voorbeelden waar we het dan over kunnen hebben. Hoe gaan we om met zintuigelijke onder- en overprikkeling? Nou, ik gaf net natuurlijk al bijvoorbeeld het voorbeeld van een verzwaringsdeken of de koptelefoons. Maar soms is het ook juist sensatie opzoeken. Mogen schreeuwen, mogen boksen, mogen rennen. Om die energie kwijt te kunnen. Nou, dat zijn allemaal verschillende aanpakken om daarmee om te gaan. Eigenlijk juist vanuit die neurofysiologische en sensorische hoek. Heel erg de vraag natuurlijk, hoe ga je bijvoorbeeld om met boosheid en negatief gedrag? Nou, er zijn verschillende methodes, verschillende aanpakken voor. En een van de opdrachten die ik eigenlijk altijd in zit. Ik ga hier wat sneller doorheen, want hier heb ik natuurlijk de vorige keer echt een uur over gepraat. High challenge, low threshold. Dat is een van de opdrachten die je van Maureen Nyhart meekrijgt voor dubbel bijzondere kinderen. Want ze zijn hoogbegaafd, dus er moet een high challenge zijn. Je kunt niet zeggen van, kijk, we gaan een papieren vliegtuigje vouwen. Dan zeg je, nee, weet je, laten we er uiteindelijk naartoe werken dat we een papieren vliegtuigje vouwen wat misschien wel 50 meter ver komt. Maar low challenge, we moeten met kleine stapjes beginnen, want misschien gaat motoriek niet zo makkelijk voor je. Dus we beginnen eerst met een aantal origami opdrachten. We zijn nog steeds bezig hè, met over de 50 meter vliegtuigje, maar we gaan in kleinere stapjes er naartoe. Nou, dan ben je echt met die high challenge, low threshold. Wat zou voor jou een high challenge zijn? Hoe kunnen we met low threshold stappen daarheen? Nou, een van de onderdelen waar we het natuurlijk over moeten hebben is dat zelfbeeld, demotivatie, zelfs depressie. Natuurlijk met een belangrijke kanttekening dat we hier geen therapie kunnen bieden als het echt niet goed gaat met je kind. Ga alsjeblieft hulp zoeken, ga naar Phoenix, ga naar een andere plek toe waar dat kan. We gaan uitgebreid in op passend onderwijs. En wat is dan de plek van een dubbel bijzondere leerling en jeugdhulp? Wat zijn plekken, wat zijn experts die je kunt gaan zoeken die met name rondom dat thema iets willen doen? En een van de uitdagingen is natuurlijk één gezin, één plan. Dat is een van die prachtige slogans vanuit de overheid. Maar ja,
het is misschien niet één kind. Misschien zitten er nog één of twee naast. En nou, ik heb volgens mij al eens eerder verteld over het dramatische moment dat wij als ouders begeleid werden en gezegd werd, ja, het wordt echt een beetje te complex als we het ook nog gaan hebben over wat die kinderen samen hebben. Dus we gaan nu even doen alsof die andere twee niet bestaan en we gaan ons alleen maar op dit kind richten. Ja, dat heeft eigenlijk niet zo vreselijk veel zin. Nou ja, van daaruit gaan we kijken naar een soort van doorontwikkelend plan. Nou, dan kijken we even, want ik zie dat er nu allerlei technologische dingen als een gek beginnen te knipperen en beginnen te verdwijnen. Dus ik kijk even opzij, dus ik weet niet of de polls nu nog gaan werken. Want nu zou de vraag zijn, hoe zie jij jezelf ten aanzien van dubbel bijzonderheid? Kijk, ja, ons technisch wonder Marlijn hier, zie je even zenuwachtig kijken. Maar een paar keer later doet het allemaal gewoon wat het hoort te doen. Hoe zie je jezelf ten aanzien van dubbel bijzonder? Weet je waarom? Weet ik het wel? Weet ik het niet? Heb ik er interesse in? Heb ik er geen interesse in? Nou, zie je weer, maar dit is wel een behoorlijk vertegenwoordigde populatie. Bijna 80% die zegt, wij willen hier iets van weten. Wat ongeveer 50-50 verdeeld is, dus ik weet nog weinig of ik weet al veel. Dus ongeveer 15% zegt, ik weet hier niet zoveel van, ik hoef er ook niet zoveel van te weten. 45%, 43%, ik zie het nu net verschieten, zegt, ik weet weinig, maar ik wil er wel veel van weten. 6% zegt, ik weet er al best wel veel van, maar hier hoef ik niet meer van te weten. En uiteindelijk hebben 34%, ik weet veel en ik heb er ook veel interesse in. Dus, nou, interessant om te zien dat dit dus een heel interessant actueel onderwerp is. Heel anders dan toptalenten bijvoorbeeld, waarbij er een heel specifiek groep is die er wel meer van wil weten, maar een groot deel denkt, nou, dit is niet mijn prioriteit. Nou, dan komen we natuurlijk bij het bewuste ouderschap uit. Nou, allerlei vaardigheden, hè? Prioriteit stellen, reflecteren op je eigen opvoeding. Hoe ging dat bij jou? Nou, en dit hier, ik merk al dat ik een beetje voorzichtig word in die training, want ik weet niet, ik weet dat ik een heel brede groep aanspreek. Sommige mensen zitten hier misschien met z'n tweeën op de bank nu op dit moment naar te kijken. Sommige, nou ja, die hebben op dit moment om wat voor reden dan ook een situatie waarin ze het in hun eentje moeten doen. Helemaal in hun eentje of in hun eentje apart van iemand anders die het een ander deel van de week doet. Maar als je gaat reflecteren op je opvoeding, moet je ook nadenken over, nou ja, wat betekent dat voor mij, wat betekent dat voor de ander en hoe gaan we dat samen doen? Nou, zeker als we over samengestelde gezinnen natuurlijk gaan praten, over nou ja, deels je eigen kinderen, deels nou ja, bonuskinderen, zoals ik ze mooi genoemd vind worden. Nou, dan is het extra belangrijk om te reflecteren, hoe ben ik nou eigenlijk opgegroeid? Want dit is echt altijd een bijzondere fase in het leven van veel volwassenen, als ze ouder worden. En niet alleen ouder worden in leeftijd, maar ze worden ouder dat ze kinderen krijgen, is dat je een hele lange tijd met iemand samen kunt zijn. En je denkt, we zijn echt precies hetzelfde, we denken overal hetzelfde over. Nou, dan heb je je eerste jaar met kinderen gehad en dan heb je daar een heel ander beeld van. Want dan word je in één keer teruggeworpen op hoe het bij jou vroeger thuis was. Allerlei details die je nooit besproken hebt, die komen in één keer naar boven van of je de korstjes wel of niet opeet, tot of de kinderen dat wel of niet moeten doen. Nou, vanuit je bewust-eiderschap ga je kijken, wat is eigenlijk mijn droom voor mijn kind en wat is mijn droom van mijn kind? En sluiten die twee op elkaar aan en sluiten onze beelden op elkaar aan? En heb je de behoeften en de talenten van jezelf of van je kind in elkaar? Nou ja, van daaruit ga je eerst een complete plan schrijven en van daaruit ga je kijken, hoe kunnen we daar een cyclus van maken? Dus hoe kan ik elke 3 maanden naar dat plan kijken? En hoe kan ik ook vooruitgang in kaart brengen en vieren? Nou, een van de dingen, ik heb vandaag een evaluatiegesprek gehad over de voortgang van de doelen van een van mijn kinderen. En nou ja, ik ben zelf niet van nature iemand die eindeloze plannen gaat schrijven en daar zelf naar terug gaat kijken. Maar ja, dan word je toch gedwongen om na een half jaar te kijken naar de doelen die we 6 maanden geleden gesteld hebben. En dan denk je toch, hé, we zijn echt een enorm eind vooruitgekomen. Dus als je me voor het gesprek had gevraagd, is er veel veranderd, zeg je, nou ja, bijna niks. Maar voor zit je af te checken, dit gaat al, dit gaat al, dit gaat al. Alleen ja, het ene probleem is voorbij, het nieuwe probleem is gekomen. Dus het voelt alsof je net zo slecht af bent. Maar eigenlijk zie je vooruitgang, maar daarom moet je het vieren. Je moet het in kaart brengen. En van weten naar doen, hè? Het antwoord weten is 1, maar het in de praktijk brengen, dat maakt het verschil. Het is niet van niet know what, het is know how. Nee, je moet bijsturen met betrokkenen, zeker natuurlijk bij dubbel bijzondere kinderen heb je vaak een heel leger aan multidisciplinair overleg, momenten met anderen, dus hoe ga je dat aanpakken? En hoe gaan we dat richting de toekomst doen? Nou, als je jezelf afvraagt over dat bewuste ouderschap, weet je er wat van? Weet je er niks van? Is het een gebied waarbij je denkt, ah, daar wil ik heel graag induiken? Of is het een gebied waarbij je denkt, nou, weet je, dit, hier hoef ik niet zo heel veel van. Nou, zie je weer, 5 substantieel mensen dan zegt van, oké, als ik die thema's voorbij kom, 44-45%, weet ik weinig van. Ik zou er graag meer van willen weten. En ongeveer hetzelfde aantal, 43%, ik weet er al veel van, maar ik zou er graag nog meer van willen weten. Dus, nou goed, daar zie je natuurlijk een enorme range in zitten. Cool. Dus het zit nu op 7%, weet weinig interesse. 37%, ik weet weinig, maar ik wil er meer van weten. Nou, 39% ongeveer hetzelfde. Ik weet al veel, maar ik wil ook meer weten. En 15% zegt, ik weet er al best wel wat van. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg.
En dan komen we bij het laatste spoor uit, want daar waren we mee bezig. Hè. We waren aan het kijken van, oké, als we in een jaar over de hele linie gaan proberen een upgrade op ons ouderschap te geven, wat moet er dan allemaal gaan gebeuren? Nou, vanuit mijn kracht naar mijn kinderen. De eerste stap, en die hebben we toch maar zeker op basis van de reacties erin gegeven, is eerst hulp bij overbelasting. Wat als je in die negatieve spiraal terecht bent gekomen en je weet eigenlijk niet zo goed hoe je eruit moet komen? Dat wilden we eigenlijk als eerste erin zetten, juist om je zo snel mogelijk te helpen om eruit te komen. En daarna even rustig stilstaan bij hoe gaat het nou echt met je? Over de hele linie. Gaat het goed met je? Heb je energie? Wat zijn de factoren die bijdragen aan meer of minder energie? Hoe pak je dat aan? Hoe gaan we dan werken aan zelfzorg en met jouw talent bezig zijn als een gewoonte? En dat doen we vanuit die positieve psychologie. Dat PERMA-model waar we het net over hadden bij de kinderen, geldt ook voor jou. Hoe gaan we werken aan je positieve emoties? Hoe gaan we werken aan betekenis in je leven? Hoe gaan we werken aan flow? En, nou ja, in het proces gaan we ook kijken, wat zijn je eigen donkere patronen? Want, nou ja, of je nou af en toe uitschiet en schreeuwt tegen je kinderen, guilty as charged, of je nou uitschiet en zo pleasend naar je kinderen bent dat je misschien niet de grenzen geeft die ze nodig hebben, also guilty as charged. Nou ja, je moet die patronen onder ogen komen om ze te kunnen veranderen. En je moet kijken naar jij en je relaties. Met je partner, met je kinderen, met je eigen ouders, met je vrienden. Wat voor voorbeeld zit erin? En jij en je talent, wat zijn je talenten? En doe jij iets met je talent? Heb jij ook een talentgeoriënteerd leven? En je eigen gevoeligheden? Misschien overgevoeligheden? En van daaruit werken aan een eigen talentplan naar de toekomst. Maar als je dat doet, hè. Weet je, als we al die andere sporen zouden vergeten, je weet helemaal niks over hoogbegaafde, niks over ouderschap. Maar jij zit op een plan waar je super in je goed in je vel zit. Je hebt energie, je weet hoe je voor jezelf moet zorgen, je hebt je talent een plek gegeven. En vanuit die energie ben je verbonden met je kind. Dat maakt al een wereld van verschil. Dan kom je al anders thuis, dan ga je anders die interactie aan. Op een gegeven moment een prachtige training van iemand gehad die zei, we kunnen ouderschap echt heel erg moeilijk maken. Komt uiteindelijk op twee vragen neer. Voel je de liefde voor je kinderen als je kinderen er zijn? En als ze 's ochtends, als ze binnenkomen, deel je dat dan met ze? Dus op het moment dat ze de trap afkomen, is het eerst, heb je je sloffen wel aan? Of, hey schat, fijn om je te zien. Maar daarvoor moet jij energie hebben. Want als jij al stuk bent en je hebt het huis gesloopt zien worden, en dan komt er ook nog eentje naar beneden en die trapt dan op troep naar binnen, dan ga je scherp en dan denk je, dit gaat niet gebeuren. Maar als jij bakken met energie hebt, dan denk je, ach, weet je, ik krijg het wel op. Hey schat, wat fijn dat je er bent. Nou, dan kun je die verbinding opbouwen. Hoe zie je jezelf ten aanzien vanuit van je eigen kracht naar je kinderen? Weet je er veel van? Weet je er weinig van? Dus heb je iets van, nou, ik weet precies wat ik moet doen en dat lukt me ook wel redelijk. En ben je er wel of niet in geïnteresseerd? Nou, hiervan zeggen behoorlijk wat mensen. Nou, we komen weer een beetje op die 40-50 split. Die vergelijkbaar is met bewust ouderschap. Waarbij mensen zeggen, nou oké, 44%, ik weet er weinig van. Ik wil er wel veel van weten. 46-47%, ik weet er al best wel veel van. Maar ik heb ook best wel veel interesse erin. En dit is overigens een van die onderwerpen waar je zeker, weet je, heb je er cognitieve modellen over en weet je het in de praktijk te brengen? Nou, volgens mij komen we nu een beetje stil te staan. 1% zegt, ik weet er weinig over, want het kan mij niet heel veel schelen. 8% zegt, ik weet er veel over, maar het hoeft niet zo heel veel meer. 40%, ik weet er weinig van en ik heb er heel veel interesse in. En 48% zegt, ik weet al veel en ik heb er veel interesse in. Nou, we zijn de sporen door. En dan ga ik nog een keer, nou, toch wel een beetje een sadistische vraag stellen, want ik heb sowieso natuurlijk al vastgesteld dat bijna elk onderwerp met toptalent als uitzondering, vind ik trouwens een hele interessante conclusie, toch meer dan 60-70% interesse oplevert, zeg maar, bij verschillende mensen. Maar nu is de vraag, als je dan toch moet kiezen, ik ga je die onmogelijke vraag stellen, je mag er maar eentje uitkiezen van die zes. Welk van die zes sporen denk jij dan dat het meeste bijdraagt, waar je het meeste interesse uithaalt? Dan zien we toch een verschuiving. Ik kan ze nu even niet side by side zien, maar ik zie nu toch relatief wat meer bij bewust ouderschap en vanuit jouw kracht naar je kinderen. Dubbel bijzonder blijft hoog scoren, dat was net natuurlijk ook. Kennis en kunde begaafdheid blijft relatief aan een lage kant. Geeft volgens mij ook aan dat er relatief ervaren mensen in de zaal zitten, die al redelijk veel weten. En nou ja, opvoedvaardigheid is natuurlijk heel erg belangrijk. Cool. Nou, dus we komen uiteindelijk op 30% dubbel bijzonder, 30% vanuit je kracht en de rest over de rest verdeeld. Nou, wat een verhaal, hè? Weet je, want ik ben nu echt eventjes in 40 minuten of zo door een enorme bak met informatie gegaan. Maar ik denk dat het alleen al de moeite waard is om het gewoon nog een keer terug te luisteren en al die boekentips eruit te halen en dat soort dingen. Dit is waarom heb ik gezegd, dat gaat niet in één keer doen. Dit heeft geen zin. Ik kan nog sneller proberen te praten, maar er wordt echt niemand gelukkig van. Dus we moeten het in een jaarplan stoppen. Elke maand een klein stuk en dan wordt het een stuk overzichtelijker. Prachtige quote, Bill Gates. Most people overestimate what they can do in 1 year
and underestimate what they can do in 10 years. En eigenlijk hetzelfde geldt voor een maand en een jaar. De meeste mensen overschatten wat ze in een maand kunnen doen en onderschatten wat je in een jaar voor elkaar kunt krijgen. Dus als we 1 maand dan in wekelijkse modules doen, dan ga je in modules gaan doen, dan zou je deze onderdelen, wat hoogbegaafdheid, 7 uitdagingen, introductie, wat basisaardigvaardigheden en prioriteiten kiezen, dat is het dan. Nou, dat is overzichtelijk. Als we daar 1 uur gaan over gaan praten, of zo meteen ga ik zelfs over hebben, als we er 6 uur over gaan praten, nou, daar kun je een plek aan geven. En als je de uitgebreide variant kunt doen, nou, dan kunnen we ook nog kijken naar het doel bijzonder toptalent begeleiden en die eerste hulp bij overbelasting. Nou, wat gaan we doen? Ik had al gezegd, er komen meerdere sporen aan. We gaan 1-jaar serie doen van webinars. Dus deze 4 gaan we verlengen. Dat was origineel het plan hierbij te laten. We gaan elke maand een webinar doen. We gaan zo bij elkaar komen, jij en ik. En dan gaan we kijken naar de onderwerpen van die maand. En dan ga ik op een rustiger tempo door dezelfde modules heen. Ga ik die theorieën uitleggen, ga ik die boekentips geven, zodat je stap voor stap daarheen kunt. Maar we willen ook wel meer begeleiding bieden. Dus we gaan een online training bieden met een community. Dus ook een soort van intern Facebook waarbij we met elkaar kunnen communiceren. Waarbij we elkaar tips kunnen geven. Met een basis en een volledige opleiding. En je volledige opleiding heeft dan ook nog een vraag-antwoord component waarin we samen aan de slag kunnen gaan. En we gaan groepsbegeleiding bieden. Nou, dit is een eerste experiment. Dit hebben we echt al heel lang niet meer gedaan. Maar juist om ouders actief te gaan begeleiden. Nou, hoe ziet dat eruit? Daarvoor heb ik eigenlijk nog een soort van zelfreflectievraag, weet je. Wil je überhaupt iets anders? Want op een vragenlijst invullen, ik zou al meer willen weten. Ja, dan kom je de vraag, ben je tevreden waar je nu bent? Ben je eigenlijk ontevreden genoeg om er moeite in te stoppen om te veranderen? Want een optimale ouder zijn naar jezelf toe, naar je kind, is echt werk. En dan komen we een beetje bij het good to great probleem. Als het al best goed gaat, hoeveel moeite ga je doen om het geweldig te maken? En dit is ook een van de technieken van de provocatieve therapie. Je moet je eigenlijk zelf de vraag stellen, wil je veranderen? Want of je moet accepteren hoe het is, dat is ook oké. Even goede vrienden, maar als je zegt, ik wil het veranderen, dan moet je ook iets gaan doen. Dus, krijgen we de poll, de vraag. Waar sta je nu op dit moment? 1 is, ik ben heel erg tevreden waar ik nu ben. Niks meer aan doen. 2 is, ik ben ontevreden, maar eigenlijk niet ontevreden genoeg voor serieuze stappen. 3 is, ik ben ontevreden, op zich wel bereid om stappen te zetten. En 4 is, het moet gewoon. Weet je, de situatie waar ik in ben, daar zit eigenlijk geen ruimte in. Zien we een hele range. 2/3, ik ben ontevreden en bereid op stappen te zetten. 15% zegt, ik ben hartstikke blij waar ik ben. Trouwens, ontzettend gaaf. Dan probeer je geen problemen aan te praten. Ook, daar kan ik superveel respect voor hebben. Ik ben ontevreden, maar niet genoeg voor serieuze stappen. Weet je, dan ben je ook helder. En, nou ja, dat vind ik ook eigenlijk wel droevig om te zien. 20% zegt, het moet gewoon anders. Nou, als je dan tevreden bent of niet ontevreden genoeg, nou, dan maakt de begeleiding niet zo uit. Hè? Maar voor de rest, een reflectieopdracht die ik jullie mee wil geven is, reflecteer eens op veranderingen in het verleden. Jij bent vast een keer veranderd in je leven. Wat zorgde er nou voor dat je toen veranderd bent? En wat is dan het recept voor verandering voor jou? Nou, op basis van die uitgangspunten ben ik na gaan denken over het programma. En het eerste idee was, ja, dit kan echt niet. Ik kan het ook niet maken om het niet te doen, maar die intensiteit is te groot. Nou, ik vertelde net al, ik ben nu al een paar dagen af geweest. Nou, als ik dan dat begeleiden ga doen, zeker als ik toen mensen individueel ben gaan begeleiden, die intensiteit, nou, dan ben ik hier echt 1 week vanaf. En, nou goed, ik heb ook nog uitgerekend dat als ik dit goed wil doen, dat we sowieso 80.000 euro verder zijn aan videobewerking, aan inrichting, aan weet ik het allemaal. Eerste reactie was, dit gaan we echt niet doen. Weet je, leuk, webinars, we delen die dingen en het is klaar. Maar ja, toen kreeg ik allerlei gesprekken. Ja, het moet gebeuren en toen ging iemand mogelijk uitdagen. Weet je, ik heb jou nog nooit gezien dat je zegt, dit gaat niet en dit kan niet, los het op. Maar die heeft er wel bij gezegd, je moet het vanuit je eigen talent doen. Dus we hebben, waar ben ik goed en waar zijn wij goed? We gaan er een opleiding van maken. En we weten dat als je het alleen maar online doet, dat het eigenlijk maar beperkt effectief is. We proberen die interactie op te zetten. Alleen de volledige beleide variant is natuurlijk een enorme investering voor jou en tijd en geld en voor mij om het in te richten. Dus we hebben verschillende keuzes ingericht. Optie 1 is, we gaan die gratis webinars doen. En dan gaan we gewoon alle bronnen meesturen. Dit was de snelle versie, maar dan gaan we gewoon rustig doorheen. De 2 is, we gaan een basisopleiding doen. De 3 is, we gaan een volledige opleiding doen. En we gaan die opleiding ook nog met groepsbegeleiding doen. Nou, de webinars, we gaan elke maand een webinar doen. Dan gaan we die modules bekijken, de modellen bekijken. Krijg je huiswerkopdrachten mee, krijg je allerlei bronmateriaal en leesvoorno mee. Heel erg gericht op zelfstudie. We hebben een basisopleiding. Dan gaan we ons vooral focussen op die sporen van kennis en kunde van begaafdheid en opvoedvaardig. Elk van die modules, elk van die regels die er voorbij komt, komt er 1 uur aan audio en video. Je krijgt er ook een app bij, dus je kunt er ook als podcast luisteren, waardoor je gewoon onderweg, nou ja, al deze dingen tot je kunt nemen. We gaan natuurlijk vanuit dat de lockdown voorbij gaat en dat je wel buiten aan het wandelen bent. En er komt een online community bij.
Nou, de volledige opleiding gaat eigenlijk alle sporen af. Kennis en kunde, begaafdheid, opvoedvaardig, toptalentenbegeleid, doelbijzonder en bewust ouderschap. En, nou goed, al die modules zitten erin. Je krijgt een app bij. We gaan maandelijks Q&A-sessies doen. En de eerste is dan, de groep is dan ook nog het interessantste. We gaan dit kwartaal de eerste cohort doen. En dan ga ik zelf de Q&A's doen, samen met een aantal andere fantastische trainers die ik er tussen erbij gehaald heb. Die ga ik binnenkort kunnen jullie voorstellen. Maar deze eerste ronde worden dus ook jullie vragen beantwoord. Jullie mogen de vraag stellen. In de toekomst gaan we dit ook nog verder uitbrengen. Want dan kunnen ze video's kijken van de vragen die jullie gesteld hebben. En je krijgt een eigen community erbij. Nou, de groepsbegeleiding, bovenop die volledige opleiding, ga je met een van die twee trainers aan de slag waar ik het net over had. Nogmaals, die gaan we binnenkort voorstellen. En dan krijg je dus alle procesoefeningen begeleid. Je gaat in 2 wekelijkse sessies zitten. Je zit in groepen van maximaal 8 deelnemers. En met name dat spoor zelfzorg en zelfontwikkeling zit erin. Nou, en eigenlijk de opzet van het programma is de equivalent van de begeleidingsinhoud van onze zelfstandige opleiding. Dus de theorie die je daar krijgt, komt bijna overeen hiermee. Bij zelfstandigen betaal je er €7.000 voor om een 2-jarige opleiding te krijgen. Maar ja, we hebben gezocht naar een manier om dat haalbaarder te maken, om het voor veel meer mensen beschikbaar te maken. Nou, eigenlijk zijn we nog ambitieuzer. Dat hangt er een beetje af van hoeveel mensen er meedoen, want dat hangt natuurlijk vanaf hoeveel kan investeren. Is dat we per onderwerp ook interviews met experts gaan, een soort van ultieme bibliotheek opbouwen. Nou, en we hebben intussen dus ook echt een hele online omgeving ingericht. Dus ik zeg dan heel netjes we, maar dat is onze fantastische Marlijn die dat gedaan heeft. Met allerlei verschillende modules. Dus elk van die onderdelen die komt terug. Vervolgens kun je ook in die community, kun je posts stellen, kun je vragen stellen. Kun je ook gesprekken met elkaar hebben, want jullie kunnen minimaal zoveel leren van elkaar als van mij. En nou ja, je kunt dus die video's bekijken van al die verschillende modules. De audio erbij krijgen en het zit ook nog eens een keer in een app, zodat je dat terug kan zien. Zodat je al die modules kunt bekijken. Aan de andere kant heb ik echt ontzettend veel ervaring met chaos. Ik ben dat Warrior-programma waar ik net in zat, ben ik begonnen. Dat is opgezet door een aantal mensen die high-end trainingen gaven. En die dachten, nou, dit willen we voor meer mensen doen. Dus we hebben een enorme groep opgezet, hebben er 800 mannen binnen gegooid. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote chaos van mensen die over elkaar heen vielen, onaardige dingen tegen elkaar te zeggen. Dus we gaan het wat georganiseerder doen. We doen het in cohorten. Dus we gaan in ieder geval nu beginnen. Misschien over 3 of 6 maanden gaan we een tweede cohort beginnen. En we gaan een maximaal aantal plekken. We gaan 200 mensen in die basisopleiding doen. We gaan 100 mensen in die volledige opleiding maximaal doen. En we gaan 2 groepen van 8 opzetten voor die persoonlijke begeleiding. Nou ga ik even de aanname maken. Want we hadden dit gesprek en dachten we gaan er toch geen grens aan stellen. Want zoveel mensen komen er niet binnen. Nou ja, we hebben ook moeten kijken naar de maximale limiet van onze software voor webinars. Omdat we daar eigenlijk overheen leken te gaan. Hope for the best, plan for the worst. Daarom hebben we toch een grens er aangesteld. Nou, we willen vooral ons richten op het begeleiden. Want ik ben helemaal niet zo van die verkoopsystemen en dat soort dingen. Dus we hebben gewoon een korte lanceerperiode. Morgen krijg je een e-mail. Als je je in wil schrijven, dan moet je dat vooral doen. Of je dat dan wil doen voor het gratis webinarplan of voor die uitgebreide begeleiding. Dat blijft tot 10 februari openstaan. Dan heb je gewoon even de tijd om er rustig over na te denken. Met die plekken die we hebben. En daarna kunnen we ons fijn focussen op de inhoud. Nou, welke investering hoort er nou bij? Nou, de webinars, zoals gezegd, we vinden het belangrijk om gecommitteerd te blijven aan een gratis programma. De basisopleiding kost €50 per maand. De volledige opleiding kost €195 per maand. En de groepsbegeleiding kost €395 per maand. Het is een jaarprogramma, maar om de investering van jullie kant beperkt en het risico beperkt te houden, doe je dit maand na maand na maand. Mocht je in één keer je willen schrijven voor het hele jaar, dan betaal je eigenlijk 10 keer dat maandbedrag. We vinden het alleen wel belangrijk dat het risico niet bij jullie ligt. Want we hebben heel veel ervaring in de begeleiding, maar deze vorm hebben we nog nooit gedaan. Dus je krijgt een dubbele garantie, een niet goed geld teruggarantie. Als het niet goed is, dan krijg je gewoon je geld over de laatste maand terug. Heb je voor het jaar betaald, krijg je naar rato het hele bedrag terug. Maar daarvoor geven we een resultaatgarantie. Als je zegt, dit is niet wat ik wilde hebben of ik zou meer kennis willen hebben. Ik denk eerder dat het risico is dat we veel te veel in die opleiding hebben gestopt. Maar als jij zegt, ik wil nog meer hebben, dan gaan wij erachteraan om extra video's te maken. En mocht dat niet lukken, dan krijg je die niet goed geld teruggarantie. De eerste ronde is een pilot. Daar zit ik zelf ook veel meer in. We gaan samen met jullie ontwikkelen. Nou, vraag is, als jullie daarin mee willen gaan, als jullie maandelijks feedback geven, als je aan het einde video review geeft, zodat we aan anderen kunnen vertellen wat het opleverde, en met ons mee willen groeien in het aanbod, dan krijg je 50% pilot korting. Ik zal zo meteen aangeven wat eruit komt. En ik wil toch nog een keer aangeven, mensen die trippen altijd als ik ga vertellen dat wij ook een aanbod hebben. Weet je, ik moet ook trainers betalen, ik moet er zelf een bak geld aan deze studio uitgeven. Van daaruit dat we uiteindelijk dus ook gewoon nog een aanbod in moeten doen en zullen jullie ook wat moeten investeren.
Aan de andere kant willen we nooit dat geld niet de reden is dat je niet meedoet. En zeker niet als je echt een toptalent of een dol bijzondere leerling hebt. Dus het kan nooit de bedoeling zijn dat geld dan de reden is dat je niks doet. Dus ergens in de komende 2 weken volgt nog een formulier. Kun je je aanmelden met een onderbouwing. Mag je aangeven wat je tegenprestatie is, want je gaat er wel iets voor doen. Jij moet ook iets investeren. En dat is een honor systeem. We gaan niks controleren, we gaan geen salarisstrookjes vragen of dat soort onderdelen. Dan gaan we waarschijnlijk 5 plekken beschikbaar stellen voor mensen die echt zeggen van ja, gewoon om financiële redenen, ik ben net ontslagen, corona, weet ik wat er aan de hand is, kan ik dit niet doen. Nou, als we naar die pilotkorting kijken, dan betekent het dat je de basisopleiding voor €25 per maand kunt doen, in ieder geval in deze eerste ronde. Dus alleen nu kan dat. De volledige opleiding voor iets minder dan €100 per maand, die groepsopleiding voor minder dan €200 per maand. Dan heb je de hele opleiding en je krijgt nog 2 sessies per maand ook. En als je in 1 keer betaalt, is het dan 10 keer dat bedrag. En natuurlijk met die garantie dat je je geld terugkrijgt. Dus nou, dat ging heel erg snel. Je krijgt morgen een link en dan zit er gewoon een pagina waar het allemaal op een rijtje staat. En dan weet je een beetje wat er mogelijk is. En dan kun je dus door deze verschillende sporen heen aangeven welke jij interessant vindt op basis daarvan. Nou ja, een aanpak kiezen. Ik ga het gratis doen met die webinars. Een basis, een volledige of een groepsbegeleidingsactiviteit. Dus nogmaals, morgen krijg je de follow-up. Met die link naar de inschrijving kun je tot 10 februari inschrijven. Als je dat gedaan hebt, dan gaan we op 10 februari je toegang geven tot de community. Dan krijg je in ieder geval minimaal 2 uur aan startmateriaal. Want we hebben allerlei videomateriaal al klaarstaan. En op 1 maart begint dan officieel het jaarprogramma. Nou, nogmaals, weet je, die ervaring met chaos. 200 plekken voor de basisopleiding, 100 voor de volledige opleiding en 2 keer 8 voor persoonlijke begeleiding. En dus 5 studiebeurzen voor mensen die het niet kunnen betalen. Ongetwijfeld zijn er heel veel vragen. En ik heb ook beloofd, de 5e sessie wordt een Q&A. Dus er gaat ook ergens in de komende week een link naar een formulier komen waar jullie vragen in kunnen stellen. We gaan wel de antwoorden opnemen, want ik vind het al spannend. Kijk, ik sta hier nu officieel na 9 uur in mijn eigen kantoor. We hebben netjes een werkgeversverklaring getekend, want ik durfde het niet aan om met jullie, met je honderden, ergens in mijn thuisstudiootje te hopen dat de internetstekker er niet uitging. Maar de volgende keer wil ik dat wel anders doen en voor kunnen bereiden. Dus we gaan het van tevoren opnemen. We zullen hem toch om 8 uur uitzenden. Maar het zal nog geen live uitzending zijn. En we zullen de antwoorden nog nasturen. En natuurlijk, het grootste deel van de antwoorden komt in het aankomende programma en in de webinars. Nou, wat een reis hebben we samen doorgemaakt. Die 4 webinars, nou, degene die de eerste hebben gezien en deze laatste hebben gezien, hebben ook waarschijnlijk gezien dat er voor mij een persoonlijk leertraject in heeft gezeten. Het is een fantastisch project wat ik heb mogen doen met Marlijn. Dus, we hebben al een aantal jaren samen door mogen maken, maar ik denk dat dit zeker een hoogtepunt is waar ik er ontzettend dankbaar voor ben. En nou ja, voor mij voelt dit als het einde van het begin. We hebben die webinars gedaan en nu gaan we een ontzettend gaaf ouderpad tegemoet. Dus toch nog jouw huiswerk, je zelfreflectieoefening. Wil je veranderen? En wat is jouw recept voor verandering? Ga die modules eens terugluisteren, want ik ben natuurlijk echt enorm snel er doorheen gegaan. Wat is jouw top 3? Welke 3 van die 60 modules vind jij nou het meest interessant? En ga dat formulier invullen om je vraag te stellen. En natuurlijk, nou ja, overweeg op welke manier jij mee gaat doen in het programma. Ga je de gratis webinars doen? Zeg je, ik heb al genoeg geleerd. Of zeg je, nee, ik ga ervoor. Ik wil met die groepsbegeleiding wil ik aan de gang. En daarbij is nog een van de specifieke aanbiedingen die ik ga doen, is dat van de eerste 40 mensen die zich aanschrijven, gaan we in het komende half jaar, ga ik een aantal middagen organiseren. En dan ga ik samen met jullie in gesprek om te kijken hoe het met je gaat in dit proces. Nou ja, om met name een aantal mensen te bedanken. Het is natuurlijk een enorm avontuur wat we hier aangaan. Het is ook een avontuur en een keuze die jij moet maken. Dus daar wil ik je echt heel graag voor belonen. En met name de eerste mensen die dan die stappen gaan zetten. Dus morgen volgt dat formulier. Super bedankt dat jullie hier zijn. Nou, ik heb tot nu toe heb ik het redelijk voor elkaar gekregen om binnen mijn uur te blijven. Ik heb al 17 berichtjes gekregen. Ja, nu zit je op min 1 minuut en min 2 minuten en terecht ook. Maar ik hoop wel dat je een heleboel waarde ook hieruit gehaald hebt. We hebben een hoop tijd en energie gestopt in het maken van deze presentaties en deze vorm van delen. En nou ja, de belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk om bij te dragen aan jou en jullie vermogen om ouder te zijn. En met name nou ja, dat jouw leven fijner en plezieriger en leuker wordt. En tegelijkertijd dat je meer kunt betekenen nou ja, voor die kinderen waar we toch allemaal voor doen. Ontzettend bedankt. Hele fijne avond. En zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.